betalen om naar een arts te gaan, want er zijn geen artsen. Het is alleen maar op papier bestaan ze, maar verder bestaan ze niet meer. Even wachten. Het spijt me mensen, maar ik moet even een ander tekstje. Nou, mensen maken onderscheid, hè. Kijk, al dit je gewend maar. Ja. Het weet vanzelf, hè. Ja, weet je, als die televisie van mama, ik begrijp niet dat mensen nog bang zijn voor die idioten. Voor mijn part staat, zetten ze me voor schut. CFI care. Ik heb mijn minachting voor hun. Die is zoveel groter dan hun minachting voor mij. Kom maar TV. Ja, maar kijk mevrouw, ik denk. Het is een eenzijdige begripsgeving uurzijds. U heeft geweldige analyse. Ik ben daar 100%. Dat mag ik niet zeggen via mijn contract, maar toch wel mee eens. Hè? Als hobbyist op Komkommer TV. Doe het naast mijn werk hoor, dames en heren. Ik ben een onafhankelijk type, hè? Dus ik ben het met u eens. Dat het, maar u richt zich op de verontwaardiging over het feit dat, wat ik al eerder zei, hè, klootzak. Ga je even kijken zeg. Klootzak, wat is nou een klootzak? Een kreukel. Dit is deel 1 van de kanalen. Ja, maar de kaart staat erin, ja zeker. Oh, ja. Karwei moet af, moet ik aan Lubbers denken zeg. Wat leuk. Ja, was dat in Nederland? Een oudje knappen, uitgelubberd, uitgekookt, achtgeven. Wie zat nou daarvoor ook weer? U bent toen geboren, hè? Wie waren er daarvoor? Voor Den Uyl. Voor Den Uyl was er... Voor Den Uyl had je Marijnen en de Kwaaien. De Kwaaien? Serieus? De Kwaaien. De kwaai, dat is een beetje waar je naartoe bent, hè? Nou ja, dat waren papen. Oké. Eén voordeel hadden we toen. Kun je wel biechten, hè? Die papen waren aan de macht. En de pers bestond uit aartsvijanden van de papen en zo hoort het ook. Oké. Ze deden toen nog hun werk. Ze volgden de regering met argusogen. En als ze de regering konden betrappen op ambtelijke corruptie, dan deden ze het meteen en dan stond het op alle voorpagina's. Dus eigenlijk is de pers de lastpost, hè? Als de pers de lastpost niet meer is, wat die onder die paarse polderpatsers, is hij een schoothond geworden. Daar kan je dan met eigen ogen zien hoe belangrijk een onafhankelijke pers is voor een democratie. Zonder onafhankelijke pers die dat doet, is de democratie de facto opgeheven. En dat heb ik gezien. In feite de facto. Nee. Ja, gymnasiumafwijking geeft niks. Dus dat is het kankertaal van de Romeinen, hè? Dat waren dus de proto-fascisten. Daar hebben we allemaal van geleerd, nietwaar? Ja. Maar, dus u zegt dus de pers... Maar dat kan natuurlijk wat vertaald worden staat. Ik krijg ook allemaal subsidie. Is mij verteld, hè? Ja, dat weet ik. Dat is moeilijk achter te komen. Dan is het bewezen, toch? Ik heb laatst geprobeerd... ik heb laatst geprobeerd om erachter te komen hoeveel subsidie de stichting De Bali ontvangt in totaal. Alleen al van de gemeente. Dat heeft me anderhalve dag gekost, want geen voorlichter, ze hebben daarvoor voorlichters in dienst, die worden betaald om jou dat te vertellen, maar dat doen ze niet. Ze zeggen, ga maar op onze website kijken. En dan zeg ik, ja, maar waar dan precies? Ja, dat zoek je zelf maar uit. Maar ik heb het gedaan. Anderhalve dag lang ben ik in touw geweest en uiteindelijk heb ik het inderdaad gevonden. Dat was het cultuurplan 2001-2004. €500.000 subsidie van de gemeente kregen ze. Toen heb ik daarover een stukje gemaakt in de metro. Toen kwam er een ingezonden brief van een GroenLinks iemand. Die schreef dat ik de boel had verlakt door dat te beweren. Want dat ze juist hun subsidie kwijt waren. Namelijk de rijkssubsidie van €145.000 voor de stichting De Bali. Was juist onlangs geschrapt. Dus waar had ik het over? Geen lezer die dan nog ziet dat ik het had over gemeentesubsidie en zij over rijkssubsidie. Kortom, ik had me nog veel te voorzichtig uitgedrukt. Ze krijgen niet €500.000 subsidie. Nee, die krijgen ze van de gemeente. Ze krijgen ook nog tot 2004, in elk geval, €145.000 rijkssubsidie erbij. Dames en heren, zo zit u erbij. Het is Komkommer TV trouwens. U moet niet denken, dit is in Rotterdam. Wij zijn op bezoek in Amsterdam, Prinsengracht, Pamela Hemelrijk.
U ziet hoe het hier gaat. Het is allemaal plaatselijk nieuws. Wij zijn zo vrij om een soort ontwikkelingshulp. Ik kan het woord niet eens in mijn bek krijgen, zeg. Ontwikkelingshulp toe te passen op dit stadje hier. Die ging over geld, dus daar gaan we niet over hebben. Ja, maar geld alleen maar. Draait het ook uitsluitend om geld. Goed. Ze schotelen ons shit voor die ze niks kost. Dus, nee. Of shit die door hun eigen neven, nichten, zoons, dochters gemaakt wordt. Mevrouw, luister nou even. En ze willen nog geld toe in om propaganda-uitzendingen van ministeries uit te zenden. In de vorige uitzending heb ik u op gewezen dat u als een soort naïeve Don Quixote tegen lange windmolens vecht. Hè? U verbaast zich over. Was het maar waar? U verbaast zich over mechanismen die al eeuwenlang. Dat zei ik, heb ik je net uitgelegd. Dus, dat in de jaren 50 was er wel degelijk oppositie. Weliswaar tegen een andere regering, maar hij was er tenminste. Goed, nou, dan hebben we over oppositie. Oppositie is tegen Klossa. Wat staat hier in de Vandalen? Ik kan het eigenlijk niet goed lezen hoor. Kunt u even voorlezen? Die klootzak staat hierin. Er is een hele verwarrende interpretatie bij. Klootjesvolk. Lees even Klootjesvolk voor, dat is leuk. Klootjesvolk, dat is een uitvinding van mijn generatiegenoten. Daar zie je al, ze waren toen al voor de dictatuur, want ze waren enorme fans van Castro en consorten en de DDR. En ze waren ook een tegenstander van het Klootjesvolk. Dat zijn ze nog, alleen zijn ze nu aan de macht. Maar goed, Klootjesdrogerij, Klootjesklootschieten, wacht even, waar staat het dan? Ik zie het niet meer, wacht even hoor. Wat staat bij Klootjesvolk? Even klootjesdrogen. Klootjesvolk. Ja. Achterbuurtvolk. In recent nieuw gebruik, greenvolk. Armoedzaaiers. Ze lopen een beetje achter met hun. Ik ben bang dat daar steven hebben ze op af. U zegt, wij moeten oppassen dat Nederland niet een paradijs voor de armoede wordt. À la Amerikaans model. We hebben al een beetje in de personenbalken en de met Bush. En hoe heet die andere gozer die erbij was? Dat snappen we allemaal. Maar we gingen over klootzak. Mag ik even nog iets zeggen? Nee, je moet altijd al zeggen. Het is helemaal geen paradijs voor de armoe. De onderklasse in Nederland is nog net zo arm als 40 jaar geleden. Het enige verschil is dat ze er nu niet meer voor werken. Dus hun laatste trots is ze ook nog afgenomen. Namelijk, ik voorzie in mijn eigen onderhoud. Nu zijn het bedelaars die hun hand ophouden bij een loket. En ze zijn de enige die er beter van zijn geworden. Zijn die 500.000 ambtenaren die een dik salaris verdienen met het afromen van het inkomen van Nederland. 60% van het nationaal inkomen nemen ze in beslag. En vervolgens 60%. Verdienen ze... Ja. Keihardcijfers? Ja. In de jaren 20 was het 10%. In de tijd van Den Uyl nam de staat nog genoegen met 30%. Nu is het 60 en op een goede dag... Zal het 90 zijn? En dan zal iedereen ook dat... Het zijn CBS-cijfers. Centraal Bureau voor Statistiek. Nee, niet van... Maar het zijn wel cijfers. Ik kan ze je zo geven en dan kan ik je de bron erbij noemen. Maar zijn het is een betrouwbare bron. Het is uitgerekend. Het schijnt... Ik hoorde nu laatst dat het tegenwoordig sinds kort iets minder is. Het is iets gezakt. Maar het was 60%. Dat zijn 50. Iedereen moet 60% van de vruchten van zijn arbeid inleveren bij de staat. En de staat... gebruikt daarna dat geld om 500.000 ambtenaren op de been te houden die zich uitsluitend bezighouden met het innen van dat geld en het herverdelen daarvan onder zwakkeren. Dames en heren, even tussendoor, welke camera die geloof ik, hè? Nou kijk, ik mag binnenkort als Otto Wensink uw anchorman van Compromis TV niet meer roken in zicht van de camera, want mocht u dan op het idee komen te roken, dan ben ik deel van uw doodsoorzaak. Maar ik rook dus, hè. Ik steek dit aan en hoeveel procent? 70% is voor de staat. Accijns heet dat. Dus laat deze uitzending gaan over hypocrisie. Ik ben hier helemaal naartoe gekomen, naar dit op palen gebouwde, toeristenzoo-achtige stadje, om met u te praten, omdat ik u bewonder op grond van dit boek. En dissidentie, en recalcitrantie, en woede, en passie, en zo. Dus in wezen is dit het symbool. Ik word schuldig gemaakt wegens roken. Als begrafenisverzekeraar. Ik doe ook een crematies trouwens. Dat is erg leuk. Massagraven. Ja, het massagraf van de gedachte. He, dat is bij vrije meningsuiting krijg je dan allemaal van die associaties. Niet poëtisch worden. Dus ik ga nu in dienst van de staat
Ik zou zeggen hoeveel eurocent. Ik ben daar door de grote steunpilaar van deze kijk, staat. Precies, maar hoeveel kost het ook weer? Nou, is dat hier? Ja, het kostte €3,80. Dat goed. Is dus een tientje in een oud geld, zou ik maar goed, zeggen. En weet jij hoe, zeg maar, daar wordt het zo gezellig nu, hè? En nu we het over de dingen hebben waar het om gaat, word je steeds meer jeur. Hoeveel procent gaat naar de staat? 60%? Dat weet ik niet, maar ik kan wel nagaan wat het kost om die paar sigaretten te maken. Waarschijnlijk €1, €2 met een beetje winst. Goed. Nou, nee, is in naam van de staat. In elk geval ze in een fortuin. Komt hier, ik steek het gewoon in de fik. Het is lekker. Goed, mevrouw. Ik heb een ding wat mij al van het begin van het gesprek lastig valt in mijn bijna onderbewustzijn. U begon aan het begin van deze discussie, begon u over werkgelegenheid en dat soort zaken. Toen zei u, ja, maar deze staat, hè, dus deze staatshuishoudkundige moerasachtige toestand die Holland heet of Nederland, dat er op een gegeven moment zover komt dat een minderheid van de bevolking werkt in de pleuris. Om de andere twee derde, hè, van dat model uitgaande, in leven te houden. Dan gaat dus over werkgelegenheid. Het gaat dus over hoe overleef je, hoe kun je je nuttig maken binnen maatschappij. Geeft de maatschappij gelegenheid tot werk, hè, dat soort vragen komen er op. Wij hebben, dames en heren, Komkommer TV staat voor helemaal niets. We hebben allemaal vrijwilligers om ons heen, onbetaald dus. Hè. We hebben Pony, haar achternaam wil ze niet vermelden, want dan brengt ze de eigen werkgelegenheid in gevaar. Maar ze is wel bereid in beeld te komen om met Pamela Hemelrijk te praten over die werkgelegenheidskwestie. Want ik denk aan die Duitse uitspraak, eerst komt het vreten dan de moraal. Hè? Eerst komt het vreten dan de moraal. Pony, alsjeblieft, wil je even in de studio komen en deze met haar even spreken over die werkgelegenheidskwestie. Ik heb het probleem, als je werkgelegenheid afneemt door automatisering en mensen schuldig maakt met arbeidsmoraal, dan denk ik aan de concentratiekampen van arbeidsmachtsvrij. Ik heb een arbeidsverleden, dus ik zit in de WW, dames en heren, naast mijn werk. Hè, wel. Ik kan dus wel ondertussen de Komkommer TV maken, daar ben ik heel trots op. En zeker deze vrouw in de studio. Ik vind het fantastisch dat wij zoveel intelligentie kunnen bundelen. Onbetaald voor u allen, Komkommer TV. De vraag is dus, werkgelegenheid, het woord alleen al, het doet mij een beetje overgeven. Zij zit in het vak, u had die stelling van, ja wacht even, de gedeelte van het volk werkt voor de rest. Als de rest niet kan werken, kun je dat niet stellen. De discussie aan u. Nou, zal ik een voorbeeld geven? Hier om de hoek in het café komen talloze mensen. En daar sprak ik er laatst eentje van. Die is hoog opgeleid. Die is kerngezond. Hij heeft twee poten aan zijn lijf. En hij leeft al zo lang als ik mij kan heugen. Op een uitkering. En daarnaast sjaggert hij wat, als klusjesman. Laat zij dus maar eens tegen hem, scheid er toch eens mee uit, man. Waarom wil je je hele leven lang als bedelaar leveren? Je mankeert niks, je bent intelligent. Je kan je eigen brood toch verdienen? Waarom ga je nou al je leven lang je hand ophouden bij de bedeling? En toen zei hij het volgende. Toen zei hij dat hij best wel wilde werken. Maar dat het ontbrak aan begeleiding bij de omscholing. En toen dacht ik, deze man nadert al de pensioengerechtigde leeftijd en hij meent nog steeds begeleiding nodig te hebben om op eigen benen te kunnen staan. En dat is wat de verzorgingsstaat gekweekt heeft. Beroepszieken die op hun 55ste nog zeggen, ik wil best wel werken, maar er is niet genoeg begeleiding. Hoe oud moet je worden om op eigen benen te kunnen staan? En dat zijn ze verleerd. Ze zijn zo gewend dat ze er recht op hebben om door een ander te worden onderhouden, dat ze gewoon uitleggen dat als ze niet ook nog worden geholpen bij het zoeken van een zinnige bezigheid, dat ze dan groot gelijk hebben dat ze op hun reet blijven zitten. En zo is er niet één. Dat geldt voor bijna alle
mensen die je kent. De ene helft leeft op die manier, die ligt aan het infuus van een uitkering. WAO, WW, FUT, wachtgeld. Dat is de ene helft van mijn kennissenkring. En de andere helft is beeldend kunstenaar, schrijver, dichter. En die mensen praten uitsluitend nog over cultuurbeleid, structuurnota's, gemeenteraadsvergaderingen, commissies, juries. Het lijken zelf wel ambtenaren. Ik heb soms de neiging om te zeggen, jij noemt jezelf dichter. Ik hoor je alleen maar over geld praten. Over fondsen en verzoeken die je hebt ingediend bij de staat. Om geld te krijgen om je hobby uit te oefenen waar niemand op zit te wachten. Ja. Heb je nog een vraag? Nou, ik denk dat ik je daar misschien wel gelijk in kan geven. Je zegt van, nou, mensen zijn verleerd om zichzelf te redden. Nee, ze hebben er recht op om het te krijgen, dat is het geleerd. Ja, maar je zei net ook van, mensen zijn het verleerd. Ja, nou, daar ben ik voor. Ik ben ervoor om die mensen weer te leren om zelfredzaam te worden in deze maatschappij. Nou, dat is een hele effectieve methode. Zet die uitkering stop, hebben ze morgen weer. Ja, je moest eens oog schrijven. Nou, ja, dat weet ik niet. Maar denk je dat ze dan gewoon gaan liggen verhongeren onder een brug? Wel, nee. Nee, maar dan denk ik ook. Dan beginnen ze een winkeltje, of ze gaan op de markt staan, of ze gaan ramen lappen. Er is een enorm gebrek. Ja, maar dan denk ik dat je toch weer het recht van de sterkste krijgt. Dan zullen er heus wel een aantal... Oh, jij bent voor het recht van de zwakste, om de sterkste te gijzelen. Nee, ik denk dat er inderdaad een... Natuurlijk is er het recht van de sterkste. Ja, dat is het. En dat moet er blijven. Want als je het recht van de zwakste prioriteit gaat geven, dan krijg je overal incompetente mensen op belangrijke posten. Die daar niet zitten, ja, op grond van hun competentie, maar op grond van hun recht op gelijke behandeling. En dat merk ik aan de lopende band. Ik bel ministeries om iets te vragen. Ik krijg uitsluitend melkerbanen aan de lijn. Die me nergens antwoord op kunnen geven, omdat ze daar alleen maar zitten om te doen of ze werken. Ze kunnen niks en ze weten niks. En ze zeggen het ook. Dat weet ik niet, want ik werk hier pas een maand. Dan zeg ik, geef me dan iemand die langer hier al werkt. Dan zeggen ze, er is niemand anders behalve ik. Dan zeg ik, ik heb hier het ministerie van Vrom aan de lijn. Daar werken geloof ik 700 voorlichters. Wou je me nou werkelijk vertellen? Dat jij de enige bent die mij te woord kan staan. En het enige wat je me vertellen kan is, ik werk hier pas sinds vorige week. Ik weet niet eens waar de play is. Ja. Sorry, I got carried away. Dat krijg je dan. Je krijgt een maatschappij van volstrekt incompetente mensen die wel macht kunnen uitoefenen over anderen. Maar ik zie er ook een tegenstrijdigheid in. Ik denk van al die mensen die dus op straat staan en die waar je eigenlijk van zegt van ja, die mensen die weten niet hoe ze zichzelf moeten redden. Hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Ja, hoeveel zijn dat? Dat zijn er maar heel veel. Dat zijn de, ik zou maar zeggen, mensen die ik heb er een dag geestelijk gehandicapt geboren zijn. En mensen. En voor mensen dat zijn die, ook de sociaal geïsoleerden. Nee, ook een nee, want die hebben ooit, die zijn niet altijd sociaal geïsoleerd geweest, neem ik aan. En in de tijd dat ze nog wel hun eigen brood verdienden, hadden ze als volwassen mens de gelegenheid moeten hebben om zich tegen dit risico te verzekeren. Ja, maar als het daar gebeurd is, dan heb je op een gegeven moment wel verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het niet de taak van de staat om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Ze hebben de gelegenheid om zich daartegen te beschermen. Dat doen we met onze auto ook. Als jij in een auto rijdt, dan moet je WA-verzekerd zijn. Maar de staat pakt jou niet gewoon geld af en zegt dan, hè, je weet niet eens hoeveel het is, maar wij dwingen je om verzekerd te zijn. Jij mag zelf kiezen waar je je WA verzekert. En dat doet ook iedereen. Want als je het niet doet en je rijdt iemand dood, dan ben je de pineut. Okay. Daar is geen maar ruimte voor nodig. Heb ik dagelijks te maken met mensen die hebben dan inderdaad een uitkering, die zijn werkloos. En die moeten echt, die zijn eigenlijk elke dag bezig om te overleven. Dus nee, er is een, ja, maar nee. Ze zijn de hele dag bezig met te voldoen aan de eisen die de WW en het GAK aan ze stellen. Dat klopt. Dat is een dagtaak. Ja, dat klopt. Dat is een je dagtaak. Moet je werkbriefjes invullen. En als maar je dat ben ik met jou eens. Dat ben ik allemaal met jou eens. Dat is het enige wat ze in ruil daarvoor te presteren. Maar, die mensen die dus eigenlijk geen hand op kunnen, die krijgen de gelegenheid. Parkeermeter. Ik kom net een beetje op gang. Nee, om er eindelijk een keer vasthouden, vasthouden. Vasthouden, vasthouden. Ja, maar dat is de sleutel. En die zit hier. Die zit daar niet.
Waar gaan we over discussiëren? Nou ja, je wou zeggen, ja, laten we dan beginnen met tenminste een tegenstelling te creëren. Van, ik kom uit de werkgelegenheid, ik heb dagelijks te maken met mensen die toch bij mij langskomen en vragen van, kun je iets voor mij betekenen? Nou, ik kan niet veel voor ze betekenen. Nee, dat verdienen weer honderdduizenden ambtenaren geld aan het zitten bij die arbeidsbureaus en te zeggen, mevrouw, we kunnen niets voor u doen. U moet zelf gaan netwerken om een baan te zoeken. En daar krijgen ze een jaar salaris voor. Ja, ik ben geen ambtenaar. Nou ja, wat dan ook, maar die zijn er. Die gaks kunnen niets voor je doen. Als er geen werk is, kunnen ze het je niet geven. Ze kunnen je alleen een melkerbaan geven, waar je de boel in de honderd kan laten lopen. Ik hou me bezig met sociale activering. Tegenwoordig heb je, de tendens is reïntegratie voor mensen, iedereen moet aan het werk. Het is eigenlijk hetzelfde als het werk. Dus de regering is het helemaal met jou eens. Ja, nu wel. Nu wel, ja, precies. Alleen is er een groep mensen die reïntegratiebedrijven ingeduwd worden, maar die vallen er aan de andere kant net zo hard weer uit. Kijk nou, die staatsbemoeienis een nut heeft. Dus die missen een stukje of dat tuurlijk nou, gaat het zo. Maar als je zegt, jij krijgt van ons geen cent meer. Mevrouw, even uit praten. Als we nog eens argumenten. Neem niet aan. Ik zit daar nu in, hè, en ik zie wat er nu aan de hand is. En ik heb er heel veel moeite mee om te praten over hoe dingen ontstaan zijn, maar ik wil ook niet ontkennen dat ze er zijn. En ik vind wel dat je er wat mee moet. Mm-hmm. En ik vind het te simpel om te stellen van, nou, schaf die uitkering maar af en dan zien we wel hoe het... Oh, dat zal ongetwijfeld ook tot de catastrofe snijden. Maar dat zei ik toch ook? Ja. Het is al te laat. Maar dan denk ik van... Dat zeg ik, heb geen oplossing meer. Precies, want eigenlijk wat jij zegt is van, we zijn gedoemd om allemaal gewoon in de... En ik weet geen oplossing meer. Daar kom ik rond vooruit. Ja. Het is te laat. Maar dan, wat er hier gaat gebeuren, is wat er in Noord-Korea gaat gebeuren en wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd. Het laatste hoofdstuk is onvermijdelijk. Of zelfvernietiging, of dictatuur. Maar ik kan alleen maar zeggen dat ik individueel te maken heb met mensen die, waarbij ik zie dat stukje ondersteuning wat ze krijgen toch leidt tot eigen initiatieven. En die dus waar ze dan opgehouden zijn met zich te bezorgd te maken over die mensen en waar ik dan weer begonnen ben, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik zie dat het op dit moment wel resultaat heeft om mensen... Ik heb mensen geïnterviewd die zaten in de WHO of dames en heren, nog eens weten. En die ondernamen niets op advies van het GAG. Omdat als ze iets ondernamen, dan gingen ze er in inkomen op achteruit. Ja, ik zie ook wel schrijnende. Dus die doen niks. Maar wil je de premie op niks doen, staat er. Ik vind het dan gek dat iedereen... Niks doen is een middel van bestaan geworden. Vind je het gek dat dat legioen steeds groter wordt? Maar jij maakt wordt? Je boos en ik maak me boos. En ik heb zoiets van, als ik ook niks doe, ja, waar zijn we dan? Dan kunnen we allebei inderdaad in dat weet ik ook. Ik weet het ook. In Schotland. Het enige wat ik kan doen is opschrijven wat ik zie gebeuren. Maar hoe je het moet keren, zou ik je niet kunnen vertellen. Ik zie geen oplossing meer. Het is te laat. Ja, maar ik ben ook iemand van het veld. Hè? Ik wil gewoon in het veld. Ik wil. Nou, de enige oplossing... Ik raad wel graag de rotzooi op en ik denk dat er ook... Dat moeten ze zelf doen, dat zijn volwassen mensen. Nee, maar een van de dingen waar ik denk dat die ook fout zijn gegaan, en dat bedoel, daar vertel ik helemaal niks nieuws, is dat er op een gegeven moment een overwaardering voor academici en naar hogere school gaan. Die verschillen nauwelijks van die uitkeringstrekkers. Ze krijgen een vet salaris toegediend om dingen te doen waarvan nooit is onderzocht of er behoefte aan is. Nee, precies. Dus er is dan inderdaad een overcapaciteit aan... En er komt nog bij dat ze krijgen dat van de staat. Dus ze zullen de staat nooit met hun mening voor de voeten lopen. Ze zullen de staat altijd gelijk geven. Want daar komt hun salaris vandaan. Ja, maar ondertussen blijft wel een heleboel rotzooi liggen. En die moet ook opgeruimd worden. Ja, daar zijn als je me vraagt hoe moeten we dat doen... Dan zeg ik, daar ben ik mee bezig. Als jullie eens begonnen waren met Pim Fortuyn niet neer te knallen, dan hadden we misschien nog een kans gehad. En nu niet meer. Ja, het is, ik kan er niks anders van maken. Ik weet niet meer hoe dit op moet lossen. Het is een tanker op een ramkoers en je krijgt hem niet meer. Dat is al te laat. Hij ligt al pal voor de sluisdeur en dadelijk ramt hij ze. Ik weet het niet. Echt waar. Ik zit ook niet in de politiek. En ik zeg het maar eerlijk, ik weet geen oplossing meer. Het is al te laat. Ik heb 10 jaar geschreven waar we op afkoersten. En meer kan ik niet doen. En nu is het zover. Ja, maar ik denk dat iedereen ook zijn deel heeft.
om dingen aan de kaak te stellen, ook om daar eventueel... Tuurlijk, maar dat is 10 jaar lang dus, dat is platgespoten, 10 jaar lang. En nu zien we dus dat jouw resultaten... Jouw mening is platgespoten. De hele oppositie is platgespoten, 10 jaar lang. Ja. Dat kan je toch wel... Maar als er nu mensen zijn die dingen ondernemen om daar om te zeggen... Een loffelijk streven. Ik hoop, God wat hoop ik dat het ze lukt. God wat hoop ik dat ik ongelijk krijg. Maar ook al lukt het ze niet. Je was atheïste toch? Mm-hmm. Oké, okay, dan mag je dan wel op iets hopen. Ja, als je op de wapens atheïst bent, kom je niet verder. Maar ik zie geen uitweg meer. Ja, sorry. Want ik ben dan echt atheïst hier in het gezelschap. Ja. Met hopen bereik je niks. Nee, nou... be my guest. Probeer er iets aan te doen, maar vraag niet aan mij hoe, want ik zeg, volgens mij is het al te laat. Maar, nou, ik denk dat ik me vooral stoor aan een opmerking van, schaf al die uitkeringen maar af, want dan komt het goed. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg, het is al te laat. Maar ik kan je één ding vertellen, die jongen die tegen mij zei in de kroeg, ik wil best wel werken, maar er is niet genoeg begeleiding. Als jij morgen die jongens uitkering stopt, heeft hij overmorgen werk. En dat was die academisch, hè? Nou, ik weet niet precies, maar hij was een keurig hoogopgeleid iemand die dus de hele dag academicus, zit te vertellen hoeveel hij weet, hoe knap hij is, wat hij allemaal geleerd heeft. En die kan zijn brood verdienen. Dat weet ik zeker. Maar, ja. En ik zeg niet dat dat een oplossing is voor het heidense kolossale probleem van hulpbehoevenden, dat wij moedwillig in het leven hebben geroepen. Nee, daarvoor is het waarschijnlijk geen oplossing. Dan krijg je de wet van de hout van de ellende waarschijnlijk. Ja, nou, ik zou bijna een rituele boekverbranding gaan doen. Even kijken of het werkt. Doet hij het? Nee, hij doet het niet. Mevrouw, dames, sorry dat ik stoor. Ja, het is tenslotte mijn programma, Komkommer TV, Studio 4. Sorry voor het geluid op de microfoon. Ik raak een beetje in de war. Ik denk, nou, vrouwen met elkaar praten, dan wordt het intelligent, want ik ben maar een domme klootzak niet meer. Ik voel een paar tegenstellingen. En die voel ik echt, hè? Zo in mijn ziel. Zo van denk ik, nou wacht even. Ik heb met dode kunstenaars te maken. Die kunnen niet gaan klagen over wat ik heb gegeven op grond van hun premiebetaling. Ik hoor een aantal dingen die ik niet begrijp. Ik wil even terugbrengen tot eerst komt het vreten, dan de moraal. Ik hoor u eigenlijk heel erg reactionaire dingen zeggen. Namelijk, arbeid macht vrij. Je moet werken. Maar als er geen werk is, dan is er dus geen werk. Dat is een pijnlijk ding. Als en dan weet dan je dan maar, dus dan niet maar. Nee, dames, luister. Nee. Kijk, bij Komkommer TV hebben wij... Zo? Zo in beeld? Nou, ja. Dat is prettig. Dat voelt me wat meer gekoesterd door de vrouwelijke energie. Ja. Ik voel me een beetje een etnische minderheid nu, als man tussen die twee vrouwen. Nou, dat is niet erg, dat weet ik ook wel. Ik kan best met dierbescherming opgaan. Ik wil dierbescherming beschermen. Goed, dus uiteindelijk, ja, nou, we gaan nu geen stand-up comedian, dat soort dingen doen. Het is heel belangrijk. Niemands knecht, hè? Dat is uiteindelijk het statement van het ANP. Iedereen's dienaar, niemands knecht. Dus het lijkt wel een staatshuishoudkunde. Goed, terzijde. Gaan we afdekken. Nou kijk, nogmaals. Is geluk met de parkeermeter? Ja. Wat leuk, hè? Geen nieuwklem? Geen illegaal in de auto? Nee. Ook geen parkeerde nazi's daarin? Nee, dat helemaal niet. Oké, okay, goed. Terzijde. Serieus, kijk. Je hebt een huishouden, hè? Een huishouden is een plekje. Mannetje, vrouwtje, kindertjes. Ja? Stel nou, koning, koningin en kindertjes. Dat is het land, hè? Dat is het land. Is het land zo? En er is voedsel. En er is arbeid om het voedsel tot stand te brengen. Nou, oké. Okay. En op een gegeven moment gaan ze automatiseren, alles allemaal. Ze maken de koetjes dood en de varkens dood. En op een gegeven moment heb je gewoon, je hebt hier zoveel spul. Dat is voor iedereen. En dan heb je opeens ook spul. Nee. Nee. Oh, dat ben ik niet mee eens. Goed. Ja, maar. Het komt niet uit de lucht vallen. Het is niet wat dat komt, er een berg welvaart ligt die voor iedereen is. Die welvaart moet gemaakt worden. Door iedereen. Ja. Niet voor iedereen. Dus u bent wel voor het arbeidsmachtvrij principe? Ik zeg iedereen moet werken. Bent u socialist? Ik vind dat een volwassen mens op eigen benen moet staan als hij niks mankeert.
Dus dan bent u eigenlijk, kijk, de maatschappij is een werkkamp, dat wisten we ook al. Je vergeet de tweede, jedem das seine. Ieder het seine. Nee, dat is een listiger in het Duits. Iedereen voor zichzelf en iedereen krijgt wat hij verdient. Ik heb mijn grootvader nog gezeten in jedem das seine. Ja, Buchenwald. Iedereen voor zichzelf, als, althans vrij vertaald. Ja, en dat niet alleen. Het betekent ook een soort van iedereen krijgt wat hij verdient. Dat is de ruime vertaling van jedem das seine. In ieder geval beloning naar verdiensten, daar ben ik niet tegen. Goed, dan ben je een werknemer en dan ben je al een slaaf. Dus daar ben ik absoluut tegen. Ik heb een onafhankelijke organisatie. En ik zorg mensen die mij beter zelfstandig zijn, dat is ja, fijn. Dat lijkt me logisch. Ik moet denken aan de film van Herzog. Die zei van, de Heere für sich und Gott gegen uns allen. Ja. Dus ja, dan krijg je Nietzsche erbij. Dat is allemaal tegen. Daar wil ik iets over zeggen. Ook in deze verzorgingsstaat wordt het je bijna onmogelijk gemaakt om zelfstandig te zijn. Weet je dat wel? Nee, maar dit is natuurlijk een wurging. Nee, u luistert ook niet naar mij. Het is een wurgingstaat. Het is niet... Kijk, u vertelt mij net, u wordt ontslagen bij het AD. Hè? Zo'n bedrukt kleverpapiertje. Omdat u een te grote bek heeft. Ik vind u erg intelligent. Ik vind dat u nu een beetje rechts, reactionair nek gaat lullen. Mag ik zeggen, dat is mijn vrije meningsuiting. En u wordt ontslagen bij zo'n krantje. U heeft dus geen inkomsten meer. U gaat mij vertellen in de pauze, hè. Dat is niet opgenomen. Van ja, ik heb een dagtaak aan. Dus het is niet een verzorgingsstaat, het is een wurgingsstaat. De wurgpaal van Duc d'Alva hebben ze geïmporteerd na de 80-jarige oorlog. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. De verzorgingsstaat kweekt zieken. Nee, de verzorgingsstaat wil dat de zieken zijn, want ze willen niet toegeven dat er geen. Er is niet genoeg arbeid voor iedereen, want ze hebben het allemaal. Wie zegt dat? Oké, goed. Dan gaan we het nu door met u. Dat is een, dan ben je weer een hele stap verder. Goed, terug. Die verzorgingsstaat houdt werk. Ik zeg maar, dat is ook een leuk verhaal. De vakbonden, is het je opgevallen dat de vakbonden onder Paars nooit meer een staking hebben gehoord? Ik hou niet van leuke verhalen. Hoe komt dat? De vakbondsleider, het Kok, is aan de macht gekomen. Op de handen gedragen door de arbeiders in de 70 jaar. Ja, maar luister, er is nog een reden. Vakbondsleider van de Rijk, hè? Dat is heel leuk. Luister even. Wees niet verbaasd, mevrouw. Als de vakbond een staking organiseert, dan kost dat de vakbond een enorme hoop geld. Dan moeten ze namelijk de stakingskassen opengooien. Hè? De vakbond had niet zoveel geld meer, want die heeft erg gespeculeerd op de beurs met die contributie. Dus die zaten nog krap ook. Derhalve had de vakbond er groot belang bij om het percentage werklozen zo hoog mogelijk te houden. Want dan is dus het aanbod op de arbeidsmarkt gering. Zijn we het daarover eens? Als je dan dus een personeelsadvertentie zet, dan mag je al blij zijn als er iemand op komt. En dan kan je dus niet zeggen voor jou en ander, je doet het voor minder. Kortom, door die werkloosheid in stand te houden, kunnen de vakbonden zichzelf een enorme besparing bezorgen. Namelijk, dan hoeven ze geen stakingen meer te organiseren voor hogere lonen. Want omdat het aanbod op de arbeidsmarkt zo gering is, gaan die lonen... Kok is niet voor niets premier geworden, mevrouw. Vanzelf omhoog. Snap je het? Symbool van de actie. De vakbonden hadden er belang bij om zoveel mogelijk mensen niet te laten werken. Want dan hoefden ze geen acties te voeren voor hogere lonen. Ja. Want die gaan dan vanzelf de lucht in bij gebrek aan aanbod. En dat is wat er in die 10 jaar is gebeurd. Ja, maar dan krijg je een vakbondsleider premier. Hoe minder aanbod er is op de arbeidsmarkt, hoe moeilijker het is om personeel te krijgen, hoe hoger de salarissen zijn die die werkgevers... Je bedoelt aanbod aan werk? Nee, aan werknemers. Als er werkeloosheid is, is er toch een heel groot aanbod aan werknemers? Nee, helemaal niet. Nee, want het grootste deel van de beroepsbevolking doet niks. En het stelt ook alles in het werk om dat te blijven doen, want als ze gaan werken, gaan ze erop achteruit. Dus het aanbod van sollicitanten is gering. Dat snap ik niet, want als er veel werkloosheid is, toch het aanbod van... Nee, want die gaan allemaal gedwongen solliciteren voor het GAK. En het GAK zegt aan het loket al, als je niet aangenomen wil worden, moet het volgende. Ja, maar andersom, als het aanbod groot is... Dus ik bedoel, dan zakken de lonen, want dan zegt de werkgever voor jou en ander. Dan zijn er toch veel mensen werkloos? Jawel, maar deze werklozen zijn geen echte werklozen, want die hebben geen noodzaak om te solliciteren. Integendeel, als ze solliciteren en ze worden aangenomen, gaan ze erop achteruit. Dus dat doen ze niet.
En het geadviseerde ze daarop bij. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben wel eens 3 maanden werkloos geweest in de jaren 70. En dan moest ik solliciteren en dan zeiden ze... Dan gaven ze me adviezen hoe ik dat moest doen om te zorgen dat ik niet werd aangenomen. Maar dus bij hoge werkeloosheid wordt het aanbod aan werknemers gering. Dat vind ik een hele grote... Nee, wel als je de werklozen onderhoudt zonder tegenprestatie. En je zorgt er ook nog voor dat ze er in inkomen op achteruit gaan als ze weer een baan hebben. Maar we hebben volgens mij een aantal jaar geleden hebben we een heel groot probleem gehad met dat er weinig werklozen waren. En toen was er ook een... gering aanbod. Wanneer waren er weinig werklozen? Ik kan alleen maar van de afgelopen 30 jaar maar in. Lubbers zijn nog, als het aantal WW'ers de 1 miljoen overschrijdt, treed ik af. En dat was begin jaren 80. Wij konden op een gegeven moment op het gebied van hoger opgeleide, hadden wij te weinig aanbod aan die werknemers. Toen is er een overwaardering gekomen van iedereen moest naar de universiteit gaan. Dus toen kreeg je dus weer een overschot. En nu hebben we weer een tekort aan mensen die met hun handen kunnen werken. Zie je hoe fijn het is als de staat zich met die dingen... Dames en heren, ik moet even ingrijpen. Ga allemaal studeren, even je mond houden. Zes jaar later afgestudeerd, zegt de staat, sorry jongens, er is geen werk meer voor jullie. Luister. Laat de staat zich daar niet mee bemoeien, dan regelt de markt dat zelf. Dat is een prachtmechanisme. Goed, dames en heren... Vraag en aanbod heet dat. Dat is een mooie klik. Dat hebben ze verstoord. Met hun inmenging. Het enige wat ze ermee bereikt hebben is armoede voor iedereen. Juist. Nou, dat is een mooie cliffhanger. Dames en heren, Pamela Hemelrijk, armoede voor iedereen, de profites. Volgens mij gaat het een beetje de verkeerde kant op met deze discussie. Ja, ik vind van wel, want aan de ene kant... Wat wil je weten? Ik wil niks weten. Zeg maar waar je het over hebben wil dan. Ja. Nou, dan krijgen we dus opeens die vrouwelijke solidariteitsschool van me heen. Lekker hoor. Zeg maar wat over. Hè? Eindelijk aandacht. Nou, ik schuif even aan, dames. Even opzij, dankjewel. Jij mag zeggen waar we ik ben op de wensing van Komkommer TV. We hebben de eer, twee dames hier uit het veld en uit het veld geslagen aan tafel. Zij is ontslagen als journaliste omdat ze de vinger op de zere plek legt. Zij gaat ermee om. Ze hebben niet echt uitgevochten waar het over ging tot dusver. Dat merk ik wel. Ik hoor hier van staan moet je niet meer bemoeien. Ik hoor jij zeggen, ja, je moet het puin opruimen. Dat zijn allebei negatieve... Ik heb het woord puin niet in de mond genomen. Nee, ik wees die kant op, hè. Oh, oké. Okay. Dus het is best wel opletten. Nee, dat is de vrouwelijke enthousiasme. Dat waardeer ik ook zeer. Volgens mij... Ik bedoel, ik zou niet gelijk hebben. Ik ben totaal niet voor het gelijk. Want dat vind ik... Ja, kijk, het is gelijk. Ik bedoel, we zitten allemaal in dezelfde rotzooi. Dus het is gewoon gelijk. Hè? Of je nou dat opschrift hebt van Arme Magfai of Jir des Assijnen of... Come to the point. Of, nou ja, ik heb mijn eigen stijl gehad. Jij loopt ook door, dus nu heb ik recht op een halve monoloog. Ja, dat lijkt me logisch. Even inzoomen jongens, dat die wijven uit beeld zijn. Als we op de mannen afgeleid, ja, kijk zo gaat dat. Kijk, het is altijd gezellig. Kom maar TV, dames en heren. We hebben het over de dingen des levens. Ik word geflankeerd door twee vehemente dames. Ik krijg hem niet aan, zeg. Ik ben nou wel een tweescheiding aan het creëren. Tweescheiding? Weer tweedracht te zaaien in het vrouwelijke kamp, hè? Nou ja, ik heb net gezegd dat ik vind dat jullie nog niet echt de pointen hebben geraakt met elkaar. Of de degens gekruist, zullen we maar zeggen. Laat me even nadenken. Ik gooi eens wat. Ja, nee, maar goed, wat als op het vuur of zoiets. Nee, dat is het ook niet een goede formulering. Hij is even van zijn apropos, hè? Ja, nou, dus altijd, ja, kijk, als je stereo vrouwelijke energie overheen krijgt, dan denk je, waar ben ik geboren? Ja, ik ben uit een vrouw voortgekomen, dan snap ik het toch. Nou, dat soort dingen krijg je overheen, hè? Goed. Er is een puntje blijven liggen ergens. Paulien zegt, kijk, ik vind dat het noodzakelijk is om... de ongevallen gecreëerd door de staat, ze had iets over opruimen, denk gelijk aan een gazette, een varkenspest en dat soort dingen, maar goed, dan denk ik, ja, die moet je ervoor, die werken voor iedereen, hè. We zijn deel van de natuur, Milieudefensie heeft het probleem opgelost via Pim en Nico, niet waar? Ik word bijna emotioneel, zeg. En u zegt dan, ja, hallo, waarom zou een derde van de bevolking... Nee, ik zou zeggen, als de staat
20 jaar lang zich er met alles en nog wat bemoeit en de situatie verslechtert alleen maar, dan lijkt mij er maar één remedie voor. Okay. Hou ermee op! Dat is toch normaal? De staat toch... Als maar de staat zich daarin tegen. Het is allemaal nog veel slechter geworden. Derhalve hebben wij van u nog meer offers nodig. Dat wordt als rechtvaardiging. Hun eigen falen gebruiken ze nu als rechtvaardiging om hun eigen theorieën met nog meer terreur aan ons op te leggen. Ik zou zeggen, als het mislukt is, trek je dan terug. Bemoei je er niet meer mee en kijk eens of het zelf... Lieve Pamela Hemelrijk, ik ben het met u eens. Ik stel bij deze voor, dames en heren, als Komkommer TV, wij schaffen de bureaucratie af van 60% naar 20%. Houden 40% de staatskosten, uitgaven over. En dan stoppen wij gewoon in leuke projecten, daar kan Pannin ook meedoen, in het terugbrengen van de mensen tot de maatschappij. Nee, in wegen, lantaarnpalen, spoorwegen, gezondheidszorg voor mijn part, hoewel, dat is nog maar de vraag. Maar die dingen die Hoezo maar de vraag, gezondheidszorg? Nou, omdat het zeer de vraag is of... je hebt gezien wat er gebeurd is. De staat heeft de gezondheidszorg geannexeerd. Met als enig resultaat Sovjet-toestanden waarbij je doodgaat op een wachtlijst. Er zijn specialisten die patiënten die ze anders moeten laten wachten omdat er een budgettering was die ze per jaar niet mochten overschrijden. Moesten ze hun patiënten die ze toch wilden helpen gaan helpen in privéklinieken in Spanje. En als ze dat dan deden, dan mochten ze daarvoor niet de kosten in rekening brengen. Ja, althans niet de bijkomende kosten. Dus hun eigen honorarium nog net wel, maar niet de kosten van de operatiekamer in het verband gaas. Maar ja, al die mensen die een achterstand hebben, die steeds meer gekort worden op hun bijstand en steeds minder ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, laat staan gezond te eten, die komen ook allemaal in die gezondheidszorg. Oh, nu, de staat moet ze het ook maar gaan voorschrijven wat ze moeten eten. Wou je dat in ernst voorstellen? Niet wat ze moeten eten, maar wel dat ze kunnen eten. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Iedereen kan eten. In dit land. Niemand is ooit in dit land verhongerd sinds ik leef. Ja, maar ik denk dat daar wel die kant op gaat als we alleen maar al het geld gaan stoppen in gezondheidszorg en in wegen, wat die mensen toch niet kunnen gebruiken omdat ze geen auto kunnen veroorloven. Nee, dus, ik bedoel niet speciaal dat ik de auto nou wil promoten. Integendeel, ik heb hem weggedaan, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er een aantal dingen zijn die je... Tenminste, er zijn ook mensen die daar anders over denken. Die wegen zijn vooral voor die 30% mensen die dus, zeg maar... Nee, dat is niet waar. Die anderen reden daar overheen in de bus. Nee, dat is niet waar. Iedereen verplaatst zich. Kom nou. Al is het maar omdat ze naar het gak moeten om hun werkbriefje in te leveren. Dat kunnen ze lopen doen. Dat kunnen ze niet. Nee, ze kunnen niet verdienen. Nee, als ze nog niet eens kunnen lopen, laat staan dat ze dan kunnen werken. En ik denk dat de normale arbeid, dat je die niet af kunt schaffen. En ik denk dat je alles kan automatiseren. Maar 80% van onze behoeftes, die blijven toch liggen. Gewoon op puur, simpel werk. Al is het maar die mooie piano die in huis staat. Mooie piano? Het is brandhout. Bij wijze van spreken. Maar de schilder die hier... Die hebben het allemaal zelf verdiend. Jawel, maar ik bedoel, ik heb het niemand afgepakt. Nee, maar het moet ook gemaakt worden. Precies. Ja. En zolang er nog mensen zijn als ik die het kopen willen, zolang kunnen de anderen geld verdienen aan het maken van die spullen. Precies. Maar wat de verzorgingsstaat heeft gedaan, is dat afremmen. Zeggen, jij bent zwak, je krijgt het dus van ons, we pakken het van een ander af voor jou. En dan regelen we het ook nog zo dat het voor jou zeer onaantrekkelijk wordt om aan die situatie een eind te maken. Want als je de arbeidsmarkt opgaat, dan raak je je huursubsidie kwijt. Word je armer. Maar vind je gek dat dan niemand dat doet? Ik ben dagelijks bezig met mensen een stukje verder te brengen in hun ontwikkeling naar weer opnieuw aan het arbeidsproces deel. Nou, zolang ze erop achteruit gaan als ze weer gaan werken, wens ik je daarmee veel succes. Maar dan zal je weinig resultaat boeken. Dat is een ander punt. Als het moet om te overleven, doen ze het morgen. Ik ben het met jou eens dat ik vind dat als mensen aan het werk gaan, maar dat is denk ik een andere discussie, dat ze daar ook naar betaald moeten worden. Ja, dat gebeurt. Maar het begint erbij dat mensen de mogelijkheid hebben om zichzelf een stukje verder te ontwikkelen, zodat ze ook meer kans op die arbeidsmarkt hebben. En daar hebben ze hulp bij nodig, vind je? Ik denk het wel, omdat... Tot welke leeftijd hebben ze daar hulp bij nodig? Al is het maar een simpele cursus om jezelf bijvoorbeeld in... Vroeger gingen mensen uit zichzelf in cursussen. Jawel, maar dat kunnen ze niet betalen. Ja, dat kunnen ze niet betalen omdat ze van een uitkering moeten leven. Precies. En dus probeer...
door middel van mensen dan die dingen gratis aan te bieden, zodat ze zichzelf daardoor maak je, kunnen... Daardoor maak je dat rampenscenario nog erger. Nou, dat denk ik niet. Want je stijft ze in hun overtuiging dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, uiteindelijk wel. Maar, hè, want bedoel, die mensen die komen in een traject waarbij ze zelf kunnen kiezen. Van nou, ik wil die en die dingen leren, want ik wil graag straks een baan in die richting hebben. Nee, ze gaan op cursussen... En dan hebben ze symbolische cursussen inderdaad door de staat. Dat zijn gerichte cursussen. Wel nee, daarna krijgen ze ook geen aanbod op de markt. Ah wel, nee, die cursussen van de staat, dat zijn symbolische cursussen die alleen maar in het leven zijn geroepen om die docenten weer van een jaar salaris te krijgen. Nou, dat vind ik een beetje te goed. Nee, maar daar komt het in de praktijk op neer. In de praktijk zie ik dat daar niet op neer. Dat diploma van die cursus is niks, is het papier niet waard waar het op staat. Ik zie dat die mensen wel degelijk daardoor hun kansen vergroten en wel degelijk... binnen een bepaalde tijd. Hoeveel? Maar het gaat mij niet om het aantal. Werkloosheid neemt toe. Al is het er maar één. Oh, als jij er één aan het werk krijgt, ik ga er niet over. Ja, maar ik vind het altijd moeilijk om. Nee, ik vind het in een discussie altijd moeilijk om het over cijfers te hebben. Want ik zeg nogmaals, ik praat nu over wat ik dagelijks doe. Als je er één aan het werk krijgt, maar het andere resultaat is dat je er 200 werkloos blijven. Terwijl het niet zou hoeven, dan vind ik dat geen geslaagde onderneming. Ik ben nieuwsgierig naar de uitspraak van Pauline. Sorry. Want ze was midden in de zin. Nou, ik had het over cijfers. Kijk, ik praat over de mensen waar ik dagelijks mee te maken heb. En daarvan zie ik een resultaat. Dat er op een andere plek weer poten onder stoelen vandaan gezaagd worden. Dat is een ander verhaal, dat is ook een andere discussie. Je moet toch naar het eindsaldo kijken. Het eindsaldo is negatief. Ik praat nu, want ik vind het niet negatief als ik vandaag met iemand praat en hem een stukje op weg help en hij heeft morgen een leuke baan. Dan vind ik dat niet negatief. Nee, maar grote geheel eromheen, dat er ook een heleboel dingen gebeuren. Zijn dat echte banen die, of melkbanen? Dat zijn melkbanen. Nee, dat zijn niet melkbanen. Dat zou een melkbaan kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat iemand gewoon net even dat steuntje in de rug nodig had om het idee te hebben van, hé, ik ben dat wel wat waard. Dat steuntje kan je ook van zijn buurvrouw. En die gaat geen betaalde baan voor nodig. Geen subsidie. Ja, maar ik weet niet waar de discussie nu naartoe gaat, want ik heb het gewoon puur over... De meeste banen van die werkloosheid, die zijn banen die gesubsidieerd zijn. Die worden gecreëerd. Nee, maar nu hebben we het over productieve banen. Die gaan alleen iemand inhuren als hij meer oplevert dan dat hij kost. We hebben het nu over En dat doen ze alleen maar als het niet kan, gewoon dan doen ze met subsidie. Dus die banen worden gecreëerd. Ja, worden toch gecreëerd. En die zijn in productieve banen. Nee, want ik zeg nogmaals, de mensen waar ik mee te maken heb, die... het is niet zo dat wij mensen leiden naar additioneel werk, want daar zijn we helemaal niet mee bezig. Maar we gaan met mensen kijken wat hun capaciteiten zijn en wat ze daar verder mee willen en wat ze daar nog voor nodig hebben om datgene te bereiken wat ze zelf willen. En daar gaan we het helemaal niet hebben over dat we mensen naar een additionele baan toe gaan leiden. Nee, we gaan mensen begeleiden in zichzelf een stukje verder ontwikkelen om betere kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Niet met het doel om hen een richting in te duwen die wij vinden dat ze moeten gaan. Dat maakt me niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik vind dat volwassen mensen geen begeleiding van de staat nodig moeten hebben om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Zelfs ouders, niemand verwacht van ouders dat ze hun kinderen onderhouden tot na hun 30ste. Niemand verwacht dat. Dus waarom verwachten we wel van allerlei mensen dat ze levenslang volwassen mensen onderhouden die ze niet eens kennen. Maar het komt ook doordat ze... Dan moet je ze door het minimumloon komt dat, hè? Want in de ideale situatie zou iedereen verdienen wat hij waard is. Maar je hebt nu een soort artificiële grens. Ze hebben recht op. Als iemand niet het minimumloon waard is, dan komt hij gewoon uit aan de bak. Zo zit het. Zo is dat. Er zijn misschien... Ik wil wedden dat er mensen rondlopen die graag een baantje willen hebben en ook bereid zijn om dat te doen voor nog iets minder dan dat. Ja. Maar de staat verbiedt ze dat. Ja, hoor. En je kunt geen baan krijgen onder het minimumloon, dat is illegaal. Dan word je werkgever gearresteerd. Dan moet je zwart werk word je werkgever geboet. Zonder mensen dat. Dus die mensen zijn niet vrij om te zeggen, jongens, de broekriem is aangehaald, ik wil graag mijn eigen brood verdienen, ik doe het voor minder. Dat wordt verhinderd. Dat is gewoon verhinderd. Als er ideale situatie zouden de uitkeringen omlaag kunnen en de belastingen zouden ook omlaag kunnen. En dan zouden mensen die onder minimumloon verdienen, die zouden dan meer overhouden dan ze nu overhouden. Bijvoorbeeld. Want om dit in stand te houden gaat de belastingdruk omhoog en omhoog en omhoog en omhoog. Ja. Dus het is een vicieuze cirkel. De sociale voorzieningen,
ik betaal, iedereen betaalt van zijn salaris, ik geloof 40% aan sociale voorzieningen alleen, voor het collectief. Daardoor, daar bewijs je de werklozen geen dienst mee. Want daardoor wordt het voor werkgevers steeds duurder om iemand in dienst te nemen. Dus wat doen die werkgevers? Die saneren banen weg waar ze maar kunnen. De koffiejuffrouw gaat eruit, de portier gaat eruit, want die kunnen ze alle, die saneren ze weg waar ze maar kunnen. Daardoor komen er dus weer meer werklozen. Daardoor is er meer geld nodig om die werklozen een uitkering te geven. En dus is het gevolg dat die sociale voorzieningen die per werknemer betaald moeten worden, weer verder omhoog gaan. Daardoor worden dus, ze zeggen wel altijd dat de armen steeds armer en de rijken steeds rijker worden door het kapitalisme. Maar dat de werklozen steeds werklozer worden door het socialisme, dat wilde niet bij zien. Maar toch is het precies hetzelfde mechanisme. Ja, maar ik denk dat we praten nou, jij praat over het systeem. Hè? Dus er deugt van alles niet aan het systeem. En nou, dat komt ook vanuit jouw vakgebied. Ik praat vanuit het veld. En daar waar dus mensen het prettig vinden om een steuntje in de rug te krijgen. Dat is een hele andere invalshoek. Dat is absoluut. Op dat moment absoluut is dat, een andere invalshoek. Ja, als je niet verder kijkt naar je eigen voortuin, kun je geen oordeel vellen over wat er aan de hand is in de Nee, land. Maar ik denk dat ik heb ook geen mening over, althans niet hier over het systeem, omdat ik daar ook geen mening over heb hoe dat anders zou moeten. Hè, daar heb jij een mening over. Maar ik heb wel een mening over het werk wat ik doe. En ik denk dat het individueel mensen begeleiden die wel graag willen. En waar ik ook een resultaat van zie, dan denk ik van ja, daar kun je helemaal niet die discussie tegenover stellen van dat het systeem niet deugt. Nee, we hebben het over twee verschillende dingen, precies. Maar zelfs daarmee ben ik het niet eens. Ik ben een volwassen mens. Als ik begeleiding nodig heb, dan vraag ik er wel om. En dat geldt voor alle andere volwassen mensen ook. En dat ze die begeleiding en die hulp opgedrongen krijgen, onder dwang bijna. Want ik kreeg nu een formulier van de gemeente. Mijn kind is niet meer leerplichtig. En hij kreeg een formulier van de een gemeentelijke instelling, weer een nieuw iets, ik weet niet hoe het heette, werken ongetwijfeld weer honderden mensen, of hij een formulier voor 8 december ingevuld retour wilde zenden en daarop moest hij invullen wat hij van plan was, of hij werk zocht, of hij werk had, of hij een opleiding volgde, ja of nee, zo ja waarom niet, zo ja waarom wel, en dat moest hij allemaal invullen, omdat deze instantie er was om schoolverlaters te helpen bij het vinden van een opleiding of werk. Ik heb teruggeschreven dat als ik hun hulp nodig heb, dat ik dat wel zal laten weten. En als ze uitdrukken voor de Engelse, en ik heb ze gevraagd of ik soms wettig gedwongen word om dit formulier in te vullen, want dat ik dat dan verdom. Want ja, dat ze daar niks mee te maken hebben. Ik hoor daar ook weer een tegenstelling in. Aan de andere kant zeg je juist van iedereen moet maar gewoon aan het werk gaan. En als dan, iedereen moet zelf maar voor zichzelf zien te zorgen. En als het niet lukt, die paar die dat echt niet lukt, daar moeten we dan een oplossing voor zien. Waar ligt die grens dan van? Wanneer in elk geval niet waar die nu gelegd is. Nee, maar dan ben ik benieuwd waar die dan wel gelegd moet worden. Dat zullen we dan ik denk dat die grens ook ooit wel eens gesteld is, maar wanneer ga je dan bepalen? Ik heb alleen maar zien opschuiven naar boven. Ja, precies, maar waar... Iedereen is tegenwoordig patiënt. Ik ken talloze mensen die niks mankeren en een goed verstand hebben en nochtans hun leven lang al wie gaat dat dan beoordelen? Ik zit niet in de politie, ik constateer alleen iets. Ik constateer dat dat is gebeurd. En hoe je dat weer recht moet breien, god, ik wou dat ik het wist. Dames en heren, dit is typisch komkommer TV. Hè? Je zou bijna zeggen augurken TV. Het is een beetje een zuur gesprek over dingen waar je denkt niet uit te kunnen komen. Ben ik het niet mee eens? Ik ben Otto Wensink, uw gast hier. We hebben een interessegesprek tussen de dames. En ik voel ook wel dat het hete hangijzer ergens toch tussendoor slipt. Want ik was gebleven bij wat Paulien zei net, van ik hoor een tegenspraak. Die tegenspraak moet even boven tafel komen. Weet je het nog? Tegenspraak is een tegenspraak. Alle mensen moeten aan het werk. Yes. Daar heb ik in eerste instantie gehoord. Ik heb het woord moeten, komt in mijn vocabulaire. Lieverd, zij is in het woord. Maar ik zeg niet alle mensen moeten aan het werk. Nee, maar ik wil haar tegenstelling horen. Dan kun jij reageren. Schaf de uitkering af, want iedereen vindt uiteindelijk... Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, die uitkering maakt het probleem steeds groter.
Wat je moet gebeuren, ik zeg het nog een keer, dat weet ik niet meer. Iets dichterbij komen, dames, sorry hoor, maar vanwege de cameraman moeten we dichterbij. Ik heb een bekomst van dit moment. Ik kreeg maar post van de gemeente die van mij eist dat ik ze allerlei inrichtingen verstrek. Omdat ze me gedwongen willen helpen met iets waarvoor ik helemaal geen hulp wens. En dat maakt mij. Maar dat geeft ook juist die mensen waarvan je zegt van die zitten maar in die uitkering terwijl het helemaal niet nodig is, nog meer de kans om daar lekker in te blijven zitten. Nee, ik. Nee, ik ga ingrijpen. Ik word helemaal bijna misselijk. Want ja, kan gebeuren. Ik doe het niet, ik kom altijd achter mijn rug. Hè. Gewoon, ik laat het niet zien en dan veeg ik mijn mond af en dan ga ik doorlullen. Goedenavond, dames en heren. Komkommer TV, Otto Wensink. Er zijn trouwens boeken volgeschreven. Ja, kijk, daar haast ze weer. Ja, dat wil ik nog even vertellen. Dat niet, hè? Er zijn ook mensen die dit niet was slecht. Die er ten diepste van overtuigd zijn dat een samenleving ook kan functioneren. Helemaal zonder overheid. Zover ben ik nog niet. U bent, voor de, boeken wel eens u bent voor de afschaffing van de staat. Dus. Nou, nee, nog niet. Ik weet zelf geen oplossing voor een aantal dingen dan. Zelfs als je hier een vereniging van eigenaren in huis hebt, word je al gedwongen tot vergaderen, delegeren en stemmen. Er is niet aan te ontkomen, begrijp je? Maar je moet maar eens Bart Crofts gaan interviewen. Die is ervan overtuigd. Bart Crofts? Ja, die schrijft... Van BNN? Oh, Bart de Graaf, sorry. Dat is een verkeerde associatie. Die schrijft in de Haagse Post stukjes. Hele leuke stukjes. Naam van vrouwen, homo in de Algemeen. Precies. Ja. En die is zover dat hij zegt dat het ook helemaal zonder kan. En ik wil graag een keer... Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Ik wil dat hij me eens uitlegt. Want zou dan denk ik natuurlijk... Ja, hoe moet dat dan met het meisje met de zwavelstokjes? Maar ik wil graag eens van hem horen. Ayn Rand heeft wel eens voorgesteld om de belastingheffing, die kost, omdat het gedwongen gebeurt, kost het een kolossale bureaucratie. Het kost ontzettend veel geld om het geld te innen. Die heeft wel eens voorgesteld, begin nou eens met dat op vrijwillige basis te incasseren. Doe het met loterijen, zoals wij dat nu ook on the side doen, met de postcode loterij. En kijk dan eens, dan hoef je dus niet mee te betalen als je niet wilt. Even goede vrienden. Maar zat mensen doen toch mee en de opbrengst daarvan, die gaan wij aanwenden voor de collectieve voorzieningen die absoluut noodzakelijk zijn. En kijk dan eens hoeveel geld je nog meer hebt. Dames en heren, ik ideaal moet, leek me dat. Dat gaat bijna niet lukken, maar dat gaat dat gebeurt hier naast de gewone belasting. Dames en heren, dit is Komkommer TV. Want al die postcode loterij is een verkapte vorm van belasting. Precies, ik ga nu even God de Vader spelen. Het spijt me, ik ben als man geboren. Ik ben blij dat ik geen meisje ben, trouwens. Dus dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Dus ik geef eerbetoon aan beide zijden. Ik begrijp wat je zegt. Je kunt dat geld ook incasseren. Ja, maar op vrijwillige basis. En waarom dacht ik dat jij economen was? Dat is toch helemaal niet. En dan ga je de gokverslaving weer. Oh, dat doet deze overheid ook. En die intijgt naast nog 60% van ons inkomen onder dwang. Ja, de casino's zijn van de staat. Ja, er worden zelfs vrouwen uitgenodigd om ladiesavond te komen gokken. Ik rook. 60% voor de staat, ja? Ja. Heb ik al gezegd. Je bent een steunpilaar van de, economie. Ik wil mezelf de kanker zijn. Vandaar dat ze de tabak niet verbieden. Ze willen wel verbieden om het thuis te roken, maar ze willen de tabak niet verbieden. En hoe heette de minister voor Volksvervoering? Mevrouw Borst. Leuk, hè? De pil van Drion. Dus... Ja, ik zag vroeger al voor me die kop, kantenkopper, me zo verheugd, als ze iets fout zou doen. Borst, afgezet. Maar ja, het is een nood van de Ik vond haar altijd eruit zien alsof ze zelf al toe was aan de pil van Drion. Nou ja, ze was een groot voorstander van, ook van onvrijwillige euthanasie, hè. Daar is nooit iemand over gevallen. Ze heeft een keer gezegd... Ja, maar nu gaan we... Het wordt te duur, dames. Ze was een voorstander van onvrijwillige euthanasie. Ja, maar hij gaat ons failliet maken door te lullen. Dus ze moet nu even de mond houden. Met dank voor de aanwezigheid in de studio. Met alle respect, hè, is totaal niet afkappen, want we gaan sowieso in het nagesprek, kunt u ook nog zien volgende week, dat is niet erg. Er is iets blijven liggen, volgens mij is mijn... Ja, gaat goed. Er is nog een puntje blijven liggen bij jou, Paulien. Ik wil heel graag even, ik ga niet aan de vagina monologen refereren, zo'n leuk ding daar, dat is allemaal niet nodig. Maar ik voel, als u anchorman toch uiteindelijk verantwoordelijkheid voor... Er is een puntje blijven liggen bij Paulien. En dat zou ik prettig vinden om te horen. Dus dat ga je gaan. Dat weet ze zelf. Nou, weet ze net wel.
Ben je bewust? Oké, cool. Ja, niemands knecht, hè? Dat klopt, zo. Ja, we kunnen nog over zoveel puntjes praten. Je bent de regie kwijt, man. Pas op. Nee hoor, nee. Dat is een malanmerk. Dat is het concept. Nee, maar jij begon net over van, wacht even, kijk, volgens mij is het als volgt. Kijk, staat is een huishouden, staat huishoudkunde. Je regelt dat iedereen iets kan doen om het huishouden compleet te maken. Wat hebben we nu? We hebben een kleine, de vakbondsleider is begonnen met Lubbers, die dan als groot industrieel ingepropt werd met zijn Amerikaanse managementdenken. Toen kwam er dus een vakbondsleider die het overnam, die heer Kok. Ja, wel veel eerder hoor. Daar staat ik bedoel. Dus uiteindelijk, er is een model geplaatst, een model dat niet werkt. Wij betalen belasting voor de rijken. Dat weten we allemaal. Oké? Okay? Ja, dus, ik ben het mee eens. Dan kun je niet meer discussiëren, tenzij je op Soestdijk terechtkomt en ermee mag praten. Tel de belasting. Regel. Ja, dat is zo. Ja, dat het eindigt bij de rijken. Dus? Het eindigt bij de topambtenaren, de academici, de kunstenaars. Maar hoe ziet de ideale wereld voor jou eruit? Ik vind jou een hartstikke ik ben leuk. Geen utopist. Ik vind jou een hartstikke leuk, realistisch, lieve dame. En ik denk dat u in uw nachtmerries toch een idee heeft van hoe de betere wereld eruit zal zien. Nou, op basis van vrijwilligheid zou ik, dat zou een van mijn uitgangspunten zijn. Als de staat het goed wil regelen, laat hij het dan eerst proberen. Ga je weer aan de autoriteit. Wat er op basis van vrijwilligheid tot stand kan worden gebracht en zonder dwang. En het enige waar ze steeds verder in verzeild raken is in dwang. En steeds omdat meer ze er geld aan verdienen. Nee, omdat het. Denk omdat nou na! Omdat het geld steeds nieuwe verder dingen, opraakt. Hier, het nieuwe wordt regelingen. Steeds meer in bodemloze punten gestort. Er is niemand meer productief. Nee, het om. En dus hebben ze steeds meer geld. Ik ben niet mee eens. Als we gaan, ben ik het niet mee eens. Kijk, wat heel simpel is: de staat verzint nieuwe diensten. En nieuwe die papieren. Puur alleen maar om geld te verdienen. Begrijp het fascisme nou in een nieuwe vorm of nou? Vervolgens uit te kunnen. Arbeid maakt vrij, dat begrijp ik ook wel. Ja, en om dat vervolgens cadeau te doen. Eén groot concentratie. Ik heb dat de zin van die Rosant, hè? Bordeel, u ging dan in op de, om de seksuele interpretatie, daar ging het helemaal niet over. Ja, maar luister nou, wat doet de geld met begrijp me dan toch eens. Wat doet de staat met dat geld? Dat geven ja, ze aan... Ja, dat steken ze in eigen zak. Dat geven ze aan Lockheed cadeau. In de eigen zak dus? Nee, ze geven... Prins Bernard niet bijhalen, want die is van de Green Wildlife Fund. Dat geven ze uit Lockheed cadeau nog voor ze één JSF hebben gezien. Daarom, dat ben ik nou...